Als de Japanners in augustus 45 hebben gecapituleerd, zijn er geen feitelijke overheersers meer in Indonesië. De geallieerden kunnen niet zo snel troepen sturen. De Hollandse meesters van weleer zitten nog ver weg in kampen. De Indonesiërs hebben voorlopig het Rijk alleen. De verwarring in het door de bezetting uitgeputte land is groot. De nationalistische leiders hebben geen gelijkgericht beeld van wat er op korte termijn moet gebeuren. In dat gezagsvacuüm ageert de jeugd die geen verleden heeft en de toekomst afdwingt van Sukarno en Hatta. Torres, hè? Dat is dit toen. De jongelui wil altijd vanavond nog de onafhankelijke verklaring laten voorlezen. Vraag hem maar, een van de lui die nooit met Japan hebben samengewerkt. De onafhankelijke tot nu toe. Laat hem voorlezen, dan wij zullen achter hen staan. Nou, goed, goed. Toen gaan we naar buiten. Dat zei Sukarno en de jongelui. Kijk, we hebben net al beslist. Zoek maar één van jullie die nooit met Japan hebben samengewerkt. En laat hem dat voorlezen. Wij zullen achter hen staan. Maar de jongelui niet. Nee, ze willen altijd Sukarno weer hebben. Toen weigerde Sukarno. Ik doe het niet. Morgen gaan we vergaderen om de onafhankelijke verklaring voor te lezen. We hebben de tekst al lang bepaald. Dus alleen voorlezen morgen. Maar de jongen niet naartoe ging. Nou, als je niet wil, ga maar naar huis. Gaan we uit elkaar. We hoeven niet verder te praten. We moeten nog gaan slapen. Het is vaste maand die tijd. Kijk, ik ging ook naar huis. En toen tegen de ochtend, tegen de 4 uur, toen kwam Sukarno met andere konuiten. Ze zei, ja, we moeten nu naar Langestenklok. Waarvoor? Ja, om de regering voor te zetten. Wat voor regering? De regering is nog niet gevormd. Ja, die Indonesische regering. Waar is die Indonesische regering? Uit wie bestaat het? We gaan nog over de onafhankelijkheidsverklaring. Dat is helemaal niet gebeurd. En Langestenklok, waar is het? Hij heeft nog niet gezegd, buiten Jakarta. Ik weet niet waarin. Waarin? Hij zei, ja, ik ga maar mee. Dan Sukarno wil niet mee als u niet meegaat. Toen is het met Sukarno. En vandaag gingen wij naar Langestenklok. En u was toen in feite gevangen, min of meer? Ja, zoiets. Maar vond u dat niet een rare vertoning dan? Ja, een rare vertoning. Dat heb ik gezegd. Ja, nu begint het verliezen. En toen bent u daar vastgehouden? Ja, in Langestenklok. Ja. Nee, ik ging daar naartoe, naar Langestenklok. En dan vastgehouden. Eerst in de... Dat is een peta. Dat is een barak. Of ja. Peta. En die mochten niet uit? Nee, daar gewoon. En toen hebben ze een huis van een landheer, Chinese landheer, ontruimd. En daar moesten we gaan. Sukarno, met Fatmawati en Guntur. Dat is 8 maanden oud. En ik met ons vieren. Dat is ontruimd. Dat voor onze deur staat een jongen met een bamboeruncing. Speer. Bamboespeer. Als de wacht. Moest u niet lachen ook? Ja? Moest u niet lachen ook? Of was u kwaad? Dan moesten we lachen. Eerst aangewoon bij de dan. Toen kwam ook de Asim Wadana van Langestenklok opgepakt, ook daar gebracht. Blijkbaar boven, dat is hem slaapplaats. Ook daar zitten wij. Met ons, met zo'n plus die Asim Wadana, dus 5 mensen. Hé, hey, ze zijn eens geschrokken dat wij ook daar zijn. Wat gaan de jongeren doen? Ah, ze willen revolutie voeren, zoals ik kan. Lachende zeggen. Zomaar zien of het lukt. En toen werd ik gebracht naar het huis van de Chinezen, ontruim. Daar, gewacht tegen 12 uur, heb ik tegen de jongen gezegd, die gewapend was als speer, laat die man hier komen, die ons hier gebracht. Wees, ze kan niet. Waar is hij dan? Ga maar heen, vraag zijn man en laat hij hier komen. En toen kwam hij naar ons toe. Nou, is je revolutie al gelukt?
De opmars van de 15.000 mensen naar de stad. Veel berichten dan. Oh, ik ben nog een bericht. Nou, telefoneren naar Jakarta. Nou, ik wachtte. Dat is een uur. Kwam hij pas terug, zeggende. Ik heb contact gekregen met Jakarta. Nou, ik verzeker dat je refusiel mislukt is. Ach nee, je zal maar wachten. Ja, goed, we zullen wachten, maar het is een verloren zaak. En zo zijn we te praten. En toen kwam Subarjo om ons terug te brengen naar Jakarta. Ja. Nou, Sukarno eerst mededelen. En toen heb ik gezegd, voor mij, de dag is voorbij. Ik kan hier wel gaan rusten. Het is al 's avonds, 7 uur. Ach, van Mawati protesteren. Kan niet. Guntur heeft geen melk meer. Want zijn voorraad voor Guntur is wat toen overging naar een andere auto. Werd weggebracht door de chauffeur terug naar huis. En toen, ze gaan er nou waarvoor, gaan we terug. Zo gaan we terug. Toen zijn we onderweg. De bevolking was bezig riet te verbranden. Toen zei ze, oh, daar, volk begint al de huis om de Chinezen te verbranden. Zo, gaan we terug en daar. Nee, zei ze, oh, dat zijn chauffeur, gaan we eerst onderzoek en instellen. Toen zei ze, oh, dat is, de volk is bezig de riet te verbranden. De jerami noemen we dat. Ja. En toen gaan we door naar Jakarta. Ja, hij is van mij daar. En toen dacht ik daar, ik wist alles in mijn dag. Zo, toen werd ons. En ondertussen zijn mensen al aanwezig daar. De leden van de Panitia Persapa. Ze waren in de binnenkamer. Het is het tegenwoordig gebouw van ambassadeur, Engels ambassadeur. Oh, ja. Dat gebouw was het. En toen, na een beetje overleg, zeg maar, wacht maar, wij mensen af. Dan hebben wij, zitten bij elkaar, Sukarno, Sukarni, dan nog één. En ik, met ons vieren, om taks te maken. Dus Sukarno, schrijf jij maar, ik kan beter Indonesisch. Nou, dan heb ik, en dan moet ik, als ik pieker moet, om te herinneren wat de tekst is, dan ga jij maar schrijven, dan kan niet tegelijk. Denken en schrijven. Dan schrijf het op. Dan dicteer ik het. U dicteerde en, ja. En Sukarno schreef? Ja, dat twee zinnen. Nee. Dat hele tekst is een beetje uitgebreid. Dat is volgens mij twee korte zinnen. Dat betekenis. Het volk in Indonesië verklaar hiermee zijn onafhankelijkheid. De overdracht van zaken wordt gedaan in korte tijd. En zo best mogelijk. Korter kon het al niet, hè? Nee. Waarom was het zo kort dan? Wist u niks meer? Dat is genoeg. Gaat er dan nog een verklaring. Ja. Dus voor de imperialisme, zo weer dat de hele tekst voor tevoren voorbereid is, dat is klaar. Is niet meer nodig allemaal voor te zetten. Dus twee korte zinnen? Ja, ik weet het. En toen de volgende dag, toen is de onafhankelijkheid geproclameerd? Die avond ook. Toen we klaar waren, gingen we naar de middenzaal. Daar zitten ze verzamelen. En toen is elkaar het voorgelezen. We werd met applaus ontvangen natuurlijk. En toen hoorden we daar, hij was in zijn slaapkamer. Toen kwam naar beneden en feliciteerde ons allemaal. En dat was de officiële onafhankelijkheidsverklaring? Ja. En toen ook vastgesteld in die avond, dat de volgende dag om die 13 uur dat voor te dragen in de pagang 56, waar ze elkaar nog woonden. En daar wordt het nogmaals voorgedragen. Daar is die beroemde foto van. Ja. Dan staat hij achter de microfoon in zijn witte pak. Ja. En u staat er een paar stappen achter. Ja. Wat dacht u toen op dat moment? Ja, gewoon. Het is toch gebeurd. Tevreden? Tevreden, nee.